honing en uien, onmiddellijke verlichting bij hoest. Hoest kan droog of productief zijn. Productieve hoest gaat gepaard met slijm, ook wel sputum genoemd. Deze vorm van hoest zou niet in bedwang moeten worden gehouden, daar het lichaam op deze manier overbodig slijm uit de luchtwegen verwijdert. Droge hoest daarentegen wordt niet veroorzaakt door slijm, maar door een mogelijke irritatie of infectie die, wanneer onbehandeld, over kan gaan in een chronische aandoening. Ongeacht de vorm van hoest waar mensen last van hebben, grijpen ze doorgaans naar hoestsirop en andere medicijnen om de symptomen te verlichten. Een overmatig gebruik van medicijnen en siropen kan echter bijwerkingen hebben op de gezondheid. Daarom raden we aan dat je op zoek gaat naar natuurlijke alternatieven. Natuurlijke ingrediënten om hoest te verlichten hebben vaak slijmoplossende en kalmerende eigenschappen die kunnen helpen slijm op te lossen en de irritatie te kalmeren. Deze ingrediënten hebben een antibiotische werking, waardoor ze in staat zijn de micro-organismes die de luchtwegen aanvallen tegen te gaan. In dit artikel delen we hoe je het bekende natuurlijke middel kunt maken van honing en uien. Honing en uiensiroop om hoest te verlichten. De combinatie honing en ui is een welbekende natuurlijk remedie, die al sinds de oudheid wordt gebruikt om hoest te verlichten. Beide ingrediënten hebben een antibiotische en slijmoplossende werking en kunnen zo helpen de symptomen die gepaard gaan met hoest tegen te gaan om te voorkomen dat het probleem groter wordt. Daarnaast zijn deze ingrediënten in staat het immuunsysteem sterker te maken, zodat het beter kan reageren op virussen, bacteriën en andere micro-organismes die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. De voordelen van honing. Honing wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie gezien als een mogelijk middel om hoest en verkoudheid te behandelen. Dit product is in staat de keel te kalmeren, irritaties te verzachten en de symptomen van hoest te verlichten. Daarnaast heeft honing antioxidante eigenschappen en verhoogt het de aanmaak van andere stoffen genaamd cytokines, die bekend staan om hun antimicrobiële werking. De voordelen van uien. Uien staan wereldwijd bekend als middel dat een goede slijmoplossende werking heeft. De eigenschappen van de ui helpen bij het elimineren van bacteriën en stimuleren de reiniging van de luchtwegen. Uien bevatten grote hoeveelheden antioxidanten, hebben zuiverende eigenschappen en ontgiftende vermogens die hoest onder controle kunnen houden. Dit wetende, is het geen verrassing dat uien in staat zijn de symptomen van hoest te verlichten en irritaties in de keel te verzachten. In deze natuurlijke siroop worden de eigenschappen van honing gecombineerd met die van uien om hoest tegen te gaan en het immuunsysteem te versterken. De ingrediënten vertonen geen bijwerkingen en zijn geheel veilig voor kinderen. Honing en uien receptnummer. Ingrediënten. 1 middelgrote ui 2 glazen water, 400 ml, het sap van een citroen 2 theelepels honing, 15 g. Instructies. Schil de ui en snijd deze in grote hele ringen. Kook het bolgewas vervolgens 15 minuten lang in 2 glazen water. Wanneer het water en de ui hebben gekookt,
haal je de pan van het vuur en laat je de ingrediënten samen nog 5 minuten staan. Voeg dan de 2 theelepels honing en het citroensap toe. Dit middel kun je het beste 2 tot 3 keer per dag drinken. Honing en uien recept nummer ingrediënten. 1 ui 2 a graven 3 eetlepels honing, 40 tot 70 g. Instructies. Schil de ui en snijd deze vervolgens in kleine ringen en leg de ringen in een kom. Voeg dan de honing toe en laat de ingrediënten samen een nacht staan. De volgende ochtend zeef je het mengsel door middel van een fijne zeef. Drink de gehele dosis vervolgens gedurende de dag op. Je kunt dit middel gewoon zo innemen of eerst oplossen in een glas water. Om de beste resultaten te behalen wordt aanbevolen om elke 2 uur een eetlepel van dit mengsel in te nemen. Bij beide recepten is het belangrijk te weten dat de resultaten niet onmiddellijk merkbaar zullen zijn. Om ervoor te zorgen dat het remedie een kalmerend effect heeft, moet je meerdere doseringen innemen. Slechts dan kan het helpen je hoest tegen te gaan.